YouTube is echt ontzettend belangrijk als je nu wil scoren in search. Wees minder sexy, ga eerst beginnen met helpen. YouTube is voor merken enorm interessant en relevant, maar wordt niet altijd op de allerbeste manier ingezet. Wat zijn de do's en de don'ts en wat zijn de spelregels van YouTube? Daarover ga ik het hebben met Peter Minkjan van 5PM. Peter, welkom. Dank je. Ja, de tijd voor kattenfilmpjes is wel voorbij, toch? Klopt. Of staan ze er nog op? Nou, kattenfilmpjes blijven hartstikke populair. Blijven mensen continu naar kijken. Compilaties, lange compilaties van kattenfilmpjes. Ja. Wat wel interessant is, volgens mij zijn hondenfilmpjes nog populairder. Oh ja? Ja, ja, ja. Terwijl toch de katten, die hebben een soort voordeel, die worden altijd genoemd. Ja, met een meme en zo. Van maar wat zijn de honden eigenlijk die... Dat is zo'n dom weetje natuurlijk. Daar heb je helemaal niks aan. Helemaal niks. Want ik hoorde jou het voorgesprek praten en je belandt al snel in vakjargon. Maar tegen de tijd dat het echt te complex wordt en ik snap het niet meer, dan vraag ik wel wat het betekent. Goed. Maar je had het over hero, hub en help content. Hè? Als het gaat om een stukje... Want bedoel, we mogen jou wel een specialist noemen als het gaat om YouTube, jullie hele bureau, maar met name ook wat jij doet. Leg eens even uit, wat is hero en hub en help content? Nou, het is een model ooit gepitcht door Google zelf om contentstrategie voor merken vorm te geven. Ja. En daar hebben ze een contentpyramide waar het bovenin hero is. Dat zijn de 2-3 grote campagnes per jaar waarmee je echt wil pushen. Dus dan heb je betaald bereik, zet je erachter. Dan heb je een middenlaag met hub content. Dat is seriematige content waar veel merken ook mee doen. Ook met influencers samenwerken. Maar iedere week bijvoorbeeld een tv-serie of een... Dat is CVD. CVD-TV is hub. Hub, ja, inderdaad. En dan onderin heb je eigenlijk de helpcontent. Later is dat hygiene gaan heten. Europe Hygiene. En met helpcontent geef je eigenlijk antwoord op de vragen die mensen hebben. Dus jouw publiek. En dat, die onderlaag die vergeten merken vaak. En heb je het dan over met name de grotere merken of heb je het over alle merken die YouTube inzet? Nee, niet alle merken, maar waarbij het heel interessant is voor een kauwgomballenfabrikant zou het niet zo interessant zijn. Want dan zitten mensen niet te zoeken wat is de lekkerste kauwgom of andere zaken. Hoe kauw ik op een kauwgom? Nee, dat doen mensen niet. Maar voor partijen waarbij jij research doet of echt onderzoek voordat je tot aankoop overgaat, of dat je echt iets wil weten over een product, daar is het ontzettend interessant voor. Want mensen hebben de intentie om jouw filmpje te zien. Of om een probleem hebben ze, gaan ze mee naar YouTube. En jij kan dan antwoord geven. Dus je kan ze gewoon echt helpen. Vandaar ook de helpcontent. En die wordt nog wel eens vergeten in de strategie van merken? Nou, die wordt bijna altijd bij grote... Het is natuurlijk niet zo king, die is niet zo chic, het is niet zo sexy. Nee, het is totaal niet sexy. Nee, inderdaad. Maar dat is ook vaak, wees minder sexy, ga eerst beginnen met helpen. Dat roep ik heel vaak nu. Wees minder sexy, ga eerst helpen. Ja, ga eerst de seks daarna. Ja, nou inderdaad. Maar wat een goeie. Ja, dus wat voorbeeld? Nou, voorbeeld, we hadden dat net ook al, maar met een bepaalde grootbank. Ze mogen nu onze klanten heten, maar eigenlijk alle grootbanken hebben fantastische content met influencers. Zit veel geld achter, gaat ook nog soms wel over finance en andere zaken. Ja. Maar als je dan vervolgens zoekt, gewoon in Google, in YouTube, hoe moet ik mijn pas deblokkeren of hoe bereken ik een hypotheek, dan kom je ze niet tegen. En dat zijn juist de momenten waarbij je die merken verwacht. Mijn ervaring is dan vaak, als ik verplicht word naar de merken toe te gaan, je hebt het met software nog wel eens en zo, dat je dan inderdaad op corporate websites terechtkomt, die dan Windows 3.11 uitlopen. Ja. Maar dat het zo dwingend is, want je moet die handleiding hebben, zeg maar, een oud ding. Ja. En dan, dat is echt een drama. Ja, het is ook een drama. Laatst moest ik een nieuwe ketel om, want dat ding ging iedere keer flikkeren. Als je dan opzoekt, dan krijg je een oude PDF ergens op een hele oude site, die je op je mobiel niet kan openen, die je op je iPad kan openen. Op dat moment wil ik gewoon geholpen worden door die fabrikant. En dan ben ik gewoon eigenlijk teleurgesteld dat iemand anders wel die moeite doet om het uit te leggen wat het is. En die fabrikant niet. En natuurlijk in video. Want je in wil video, een handleiding van een paar pagina's. Je wil gewoon een videootje. Klopt, Die het gewoon laat zien wat je moet doen. En dat moet je dan even technisch nu. Maar jij bent een YouTube-expert, hè? Want het gaat om mensen die geïnteresseerd zijn in YouTube en hoe het in te zetten. Moet je het dan op verschillende kanalen doen? Die hub en hero en help content? Of moet je dat allemaal op één platform, op één YouTube-kanaal? Nee, dat kan heel goed. Juist op één YouTube-kanaal. Want die helpcontent die zorgt eigenlijk voor nieuwe aanwas. Dat zijn continu mensen die vragen hebben. De hub-content, daar probeer je eigenlijk de abonnees mee te werven. En die hero-content, dat zijn de campagnes die je al vaak hebt. En die ondersteun je. Heb je die hero-campagnes wel nodig? Nee, zeker als je een klein merk bent, heb je daar helemaal de budgetten niet voor. Ja. En ook veelal, als je het dan over hero-content hebt, puur in de zin van het model zijn dat echt...
vette campagnes waar je over hebt. Ja. Nou, de meeste hero content is gewoon een commercial die doorgeplaatst wordt. Ja. Waar mensen eigenlijk niet op zitten te wachten. En die wordt heel veel gepusht en duizenden euro's. En dan roepen ze keihard, oh, we hebben 10.000 views, een miljoen views. Ja. Maar ja, dan denk ik, wat voor waarde is dat? Ja. En dat ziet YouTube, want waar let... Zometeen wil ik nog even wat in die algoritmes van YouTube duiken. Anno nu, want die veranderen natuurlijk continu. Maar hoe belangrijk is search en YouTube, zeg maar? Nou, YouTube is echt ontzettend belangrijk als je nu wil scoren in search, in Google. Het is nu de meest zichtbare domein binnen Google zoekresultaten. Dat was Wikipedia. Nu zie je echt in meer dan 40% van de gevallen. Ik denk iedereen die wat zoekt, informatief of oriënterend. Dus anders dan dat je op aankopen richt. Kom jij een YouTube-filmpje bijna tegen als dat er is. Dus wat dat betreft is het wel heel erg belangrijk om goed zichtbaar te zijn. En dan wat je ziet is, merken hebben fantastisch veel geïnvesteerd in content, textuele content, om die nummer 1 positie te hebben. Nu staat opeens een hele stuk rits video's boven. Veel groter, veel zichtbaarder. Ja, klopt. En dus mensen klikken helemaal niet meer op dat eerste organische resultaat, want tussendoor staan ook nog wat advertenties. Want wordt er ook echt beduidend meer geklikt op de YouTube-resultaten? Wat het is, YouTube probeert het te personaliseren, Google probeert het te personaliseren. Als jij nooit naar een video kijkt, krijg je uiteindelijk minder video's te zien. Maar als jij gewoon incognito gaat kijken of daar video's bovenaan komen, dan geeft YouTube of geeft Google aan dat dat het beste antwoord is voor het gemiddelde publiek. Dus daarmee kijken mensen wel. En als ik het zelf zie, zeker op mijn mobiel, ik ga niet scrollen naar beneden, maar dan kijk ik eerst dat filmpje of dat antwoord geeft. Ja. En wordt er veel gezocht ook op Google Video? Of is het meer dat mensen gewoon googelen en dan de videoresultaten in de normale resultaten zien staan? Dat laatste. Mensen zoeken gewoon in Google en als daar een video bij zit. Wat je wel vaak ziet is dat mensen zoeken met toevoeging YouTube. Dus hoe verf ik tegels YouTube? En dan willen ze gewoon een video-instructie. Ja, ja, ja. En dan zie je dus eigenlijk alleen maar video's, want dat is het signaal voor Google. En weet jij ook iets van, ik weet niet of je dat weet, hoor, maar het aantal het zoekvolume rechtstreeks op YouTube en het zoekvolume op Google? In zijn algemeenheid is Google nog steeds 15 keer zo groot als YouTube. Yeah. Wordt in iedere presentatie van YouTube, en wij zijn er ook schuldig aan. Yeah. YouTube is de tweede grootste zoekmachine ter wereld, dus daar moet je ook zijn. Yeah. Ja, dat is wat je altijd hoort. Ja, dat is wat je altijd hoort. Maar dan vervolgens, YouTube is een hele andere zoekmachine dan Google. Yeah. Google is eigenlijk voor alles, maar bijvoorbeeld voor producten. Niemand zoekt naar, als je iets wil kopen of iets in de buurt wil hebben, je schilder Amsterdam, dan ga ik niet naar YouTube. Dan zoek ik in Maps of als ik een restaurant in de buurt heb. Dus allemaal verschillende zoekmachines. Ja. En YouTube is heel sterk in het informatieve. Dus hoe werkt iets? How-to's, tutorials, het oriënteren, reviews of het actuele. Als je nu iets ziet over Kobe Bryant, wat dan vandaag gebeurd is, dan kom je bij dan willen mensen zien. Of met Nicky tutorials of met de vuur van Notre-Dame. Dat zijn eigenlijk de reden waarom mensen YouTube gebruiken. Als ze echt iets willen zien. Ja. Ja. Hey, en wat zijn nog meer algoritme technisch de dingen waar je rekening mee moet houden? Nou, ten eerste, als je het als zoekmachine in wil zetten, verbaas ik er mij over dat mensen niet gewoon even de basics doen, wat ze op hun website wel doen. Dus het zoekwoord letterlijk terug laten keren in de titel, in de beschrijving, als tag laten toevoegen. En dat kun je nog een stap verder doen. Heel erg belangrijk als je echt wil scoren is, als je dat wil helpen, is om ondertitelingsbestanden toe te voegen. Dan geef je eigenlijk meteen 4 A4'tjes aan gesproken tekst aan Google van, hey, hier gaat mijn video over, want dat is een grote uitdaging. Als je die wetenschappelijke papers, ik heb ze allemaal gelezen, hoe werkt het YouTube algoritme recommendation system, is een van hun grootste uitdagingen, zeggen ze, missing metadata. Dus zij missen eigenlijk de context waar een bepaalde video over gaat. En ik zie het grote merken nog steeds doen. Dat er geen tekst hebben. Helemaal geen tekst en dan alleen maar abonneer je nu op mijn kanaal en niet waar het over gaat. Stappen uitgewerkt. Als ik een hele how-to van 10 minuten zie, kijk ik ook eerst in de beschrijving. Ja, ja. Nou, dan kun je met klikbare tijdscodes bijvoorbeeld toevoegen, dat mensen meteen daarheen kunnen gaan. Dus je geeft veel meer context. En zo'n ondertiteling, moet je dat YouTube automatisch laten doen of moet je die dan echt... Nou, je kan het automatisch laten doen, maar dan krijg je echt een verschrikkelijke spelfouten in het Nederlands. In het Nederlands zijn ze echt heel slecht. Ja. In het Engels gaat het best wel goed. Maar dan heb je dus geen leestekens, geen aanzaak. Dus het beste is om ze gewoon even, of het makkelijkste is om ze gewoon automatisch aan laten maken. Want dan heb je wel de juiste code. Dus als je niet praat. En dan even aanpassen. Even. Zodat het helemaal goed. Even. Nou, is wel weer werk. Is wel werk. Maar als jij bovenaan wil scoren in de zoekresultaten en jarenlang profijt van wil hebben, kun je daar best in investeren. Want de metadata van ondertiteling klopt natuurlijk altijd. Want als je ons nu een kwartier lang volgt, dan is waar hebben we het over, waar we het over hebben.
Ja, nee, klopt. En nou, eentje, het is gewoon een signaal van Google. Deze video gaat hierover. Ja. Dus als je ergens op wil scoren, noem het in de eerste zin. Maar ook, ze worden steeds slimmer. Zij kunnen ook de tekst lezen die op thumbnail staat. Kunnen ze gewoon letterlijk zien. Dus die kun je gewoon door een tool houden, Cloud Vision. Hoor je gewoon en dan zie je, leest die mijn tekst goed. Dus als jij wil scoren op koffiemachine ontkalken, zet dat ook in je thumbnail. Want dan is die content. En noem dan ook, deze video gaat over hoe ik een koffiemachine moet ontkalken. Zo simpel is het. Je geeft zoveel mogelijk context. En vervolgens bepaalt de kwaliteit. En de kwaliteit is hoe lang mensen kijken. En niet zozeer het aantal mensen. Oh. En niet zozeer het aantal. Nou, met search is dat anders. Daar is het gewoon continu komen nieuwe mensen. Het is niet altijd dezelfde publiek die wil weten hoe ze een bepaald probleem oplost. Dat verschilt. En als je dat doet, dan kun je jarenlang profijt hebben van één goed geoptimaliseerde video. Want ik las vorige week een heel artikel, een hele discussie over hoe kijkcijfers worden gemeten van televisie. Het zijn, ik geloof, 1250 meetkastjes die geheim staan opgesteld in Nederland. Ik claim altijd dat ze niet bestaan, want ik heb er nog nooit één gezien. Ja. Maar dat is op YouTube wel even wat anders, hè? Want jullie doen natuurlijk dat heel veel, maar je kan alles meten ook. Hè? Je kan alles meten. Maar ook wanneer mensen vertrekken. Je ziet op een moment nauwkeurig voor deze video straks ook, kun je gewoon zien waar mensen afhaken. Als mijn kop in beeld komt. Zou kunnen. En ze haken af. Ja, maar dan heeft CVD echt een probleem. Echt een heel groot probleem, ja. Maar daarom zet je al niet in de thumbnail. Dus dat de mensen wel klikken. Nee, maar het is op het moment nauwkeurig. En wat ze zelf doen, is YouTube vergelijkt het met wereldwijd alle video's van dezelfde lengte. Geef ze aan, hier scoor je bovengemiddeld, hier gemiddeld, hier onder de gemiddelde. En als jij maar bovengemiddeld blijft scoren, zal YouTube dat zien als signaal en aan steeds meer mensen aanbevelen waarvoor ze dat relevant vinden. Dus daar gaat het om, maar kijkersloyaliteit. En dat kun je op YouTube helemaal meten. En dan, dat geven ze dan de totale kijktijd, geven ze meer in uren, minuten en seconden. Want ze willen nu echt dat het 15 tot 18 minuten of zo is, geloof ik, en zoiets? Of tenminste. Ja, dat is. Waar het om gaat is, als je succes op YouTube wil hebben, moet je bijdragen aan het succes van YouTube. Dus kijktijd op het platform genereren. Ja. En dat doe jij door goede videocontent te publiceren waar mensen langer naar kijken. En je ziet daardoor, als je de oorlog wil winnen van één video van 3 minuten, dan kun je maar maximaal 3 minuten kijktijd genereren. Ja. Maar als jij eentje van 10 minuten maakt waar mensen 9 minuten naar kijken, ben je al 3 keer zo goed. Ja. Dus dan win je het. Maar in sommige gevallen, bijvoorbeeld om terug te komen op de how-to's en tutorials, als je iets kan uitleggen in 30 seconden... Nou, dan moet je er 30 seconden voor nemen. Dan moet je niet een kwartier gaan praten, want dan haken mensen af. Ja, ja, ja. En dan helpt het mee. Dat zijn de irritantste helftfilmpjes. Ja, nou, dat zijn. Ja. Geef nou even terug. Of mensen gaan scrollen, dus met tussenschermen. Je weet niet waar het is. Dus dat zijn allemaal hele irritante helftfilmpjes. En dan haken mensen af. Ik ga wel naar de volgende. Ja. En dat is een signaal van YouTube om de mensen te doen. Want dit is niet zo'n goed filmpje. Eigenlijk zijn de algoritmes heel eerlijk, mag je het zo zien. Want mensen hebben natuurlijk heel veel vandaag de dag over het manipulatieve karakter. Gaan we dit jaar uit. Dus we spreken 2020 nu. Ja. Verkiezingen komen er einde jaar aan. Nou, daar speelt YouTube straks ook weer een enorme rol in. Deepfake technology. Ja. We weten niet meer of diegene dat wel gezegd heeft. Is het bad? Is het good or bad? Zeg maar. Ethische discussie dit. Nou, het is een ethische discussie. Maar ik vind het wel grappig om te merken dat mensen dan zeggen. Nou, ze recommenden, ze bevelen vooral extremistische content aan. Maar YouTube kijkt niet of dat extremistische content is of niet. Zij kijken vooral, is dit content waar mensen langer naar kijken? Zo is het algoritme ingestoken. Zoveel mogelijk kijktijd genereren voor het platform. En wat je ziet, veel van die extremistische content met conspiracy theories zijn gewoon echt goed gemaakte met break. Ik ga je nu uitleggen wat 9-11 helemaal fake is. En dan geven ze. En dan mensen zijn geïnteresseerd. En die blijven kijken. En als je eenmaal dat is, zie je een signaal. Laat je andere dingen aanbevelen. Ja, dus YouTube heeft geen redactionele functie. Nee, maar daar gaan ze dus nu wel naartoe. En dat zie je met het kindvriendelijke content. Ja. Dat ze daar heel erg op strikt zijn. Ze willen van kijktijd naar kwaliteitskijktijd. Ja. En ze nemen dus ook signalen filmen mee als mensen rapporteren van dit is niet echt. Ja. Hier gaat het niet om, dan demonetizen ze het. Je mag er geen advertentie-euro's mee verdienen. Dus dan is de incentive om meer video's te plaatsen vaak al weg. Mm. Of ze geven het minder hoge score in de recommendations. Maar het gaat uiteindelijk gewoon om kijktijd. En, en veel van die video's die genereren gewoon veel kijktijd. Ja. En dus doen ze het goed. En daarom doen ze het goed, ja. Maar de belangrijkste praktische les voor een hele hoop merken in Nederland is eerst helpen, dan seks, zeg maar. Dat was ja, klopt. Ja. Ja. Genoeg te doen. Ja. Dank voor je gesprek. Dankjewel. En dank voor het kijken naar weer een aflevering van The Future of YouTube. Een interessante toekomst. En wil je nog meer zien, dan kijk op ons YouTube-kanaal. Kun je op abonneren. Kijk ze vooral heel lang, want dat is weer goed voor ons algoritme. Dankjewel. Hoi.